Ik ben het nogal eens met Rutger, dat de meeste mensen deugen. Hm. Het probleem van de wereld, dat is een, een probleem van de macht, hè, dat is dat de minder deugenden, die zijn er ook, dat die vaak degene zijn die de macht grijpen en die graag ergens aan de knoppen zitten om de anderen te bepalen. Hm. De ondeugendheid heeft veel te veel plaats in de wereld. En een tweede mechanisme van ondeugendheid... ...dat is dat de macht zelf altijd het gevaar heeft van pervertering. Dat de mensen die ook met goede bedoelingen... ...in die machtsstructuren terechtkomen... ...heel vlug geïnfecteerd en vergiftigd worden... ...door minder deugendheid. Ja? Dus leiderschap is echt een heel... Delicate kwestie. Ja. Dat heeft. vorige woensdag. bewezen. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. En vandaag gaan we op huisbezoek in Antwerpen. bij psychiater Dirk De Wachter. We gaan het hebben over hoe we de zin van het leven kunnen vinden. in de zoektocht daarna. en over donuts. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Ja, nou, leuk dat we hier langs mogen komen. Ja, wees welkom. Ja, ja, mooie hoeveel. locatie. <laughs> ja, het is een sofa, ja, ja. Ik woon hier graag. Ja, dat snap ik. We gaan vandaag in gesprek over geluk. In hoeverre heeft geluk betrekking tot uw werk als, uh, als psycholoog? Ik ben psychiater, hè. Ja. Uh, is er daar een verschil tussen? Dat is een domme vraag. Is er een verschil tussen... Het... Dat is een, uh, een verschil in die zin dat ik een arts ben. Eh, dat ik dus ook... Uh, ja, medicatie voorschrijf en dat ik ah. toch wel vaak ook werk met mensen met heel ernstige uh, moeilijkheden. Uh, dat is een beetje het verschil. Uh, mm. Dat ik ook de bevoegdheid heb om mensen uh, ziekteverlof te geven en zo van die officiële zaken die uh, voor artsen zijn. Uh, Voorbehouden. Maar verder ben ik een psychotherapeut. En in dat specifieke werk verschilt het niet altijd zoveel van andere psychologen-psychotherapeuten. Dus dat is nee. gelijkaardig. Ja, maar ik werk in een ziekenhuis waar dus het medische ook wel een belangrijke factor is. Hè? Ja, waar, waar diagnoses en ook medicatie en hersenonderzoek allemaal belangrijke factoren zijn. Ja. Dat is het verschil. Wat u zegt u gaat met mensen um, die echt ernstige problemen hebben. Dus dat gaat eigenlijk dieper dan je bent gewoon ongelukkig. Dat, is echt, dat gaat veel verder. Ja, dat is nog ingewikkelder. In die zin dat sommige mensen met heel ernstige neuropsychiatrische problemen, om dat zo te zeggen. psychotische kwetsbaarheden en zo. Ja. soms daarom niet zoveel ongelukkiger zijn dan mensen die. Nee? Ja, liefdesverdriet hebben of uh, al die dingen van het leven. Dus de graad van ongelukkigheid is niet altijd samengaand met de ernst van de diagnose. Dat is allemaal heel ingewikkeld eigenlijk. Ja, ja dat is mijn wel excuus. Ja. Dus, dus uh, verdriet is des mensen ook. Hè. En er komen hier mensen die niet speciaal ernstige stoornissen hebben, maar wel heel verdrietig zijn. Ja. ja, voilà. Ja. Maar stel je voor, je hebt zo'n uh, zo stoornis, maar je bent wel gelukkig. Wat is dan de reden dat je er iets aan zou willen doen? Misschien weet je een domme vraag. Nou ja. Nee, nee, dat is helemaal geen domme vraag. Maar het zijn bijvoorbeeld mensen die omwille van hun stemmen... of uh, eigenaardige ideeën niet in staat zijn om te werken. Om het gewone, in, het, ja, in het gewone leven een plaats in te nemen... En ook door hun ideeën, uh, vaak in de maatschappij een beetje opzij gezet worden. Huh? Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zeggen dat ze best gelukkig zijn, dat bestaat. Ja. Ja? En ze komen hier en ze zeggen van uh, de anderen zijn het probleem, zij zijn uh, niet geschikt voor de wereld. Wij zijn wel geschikt voor de wereld, maar de wereld begrijpt het nog niet. Dus ja, er zijn, mijn beroep is zeer boeiend. Ja. Omdat het zo ingewikkeld is. Omdat het altijd weer opnieuw in gesprek gaan is met mensen. En altijd weer opnieuw zoeken is naar de juiste betekenis. Het is heel interessant. Gelukkig voor mij. Ja, is er dan ook voor iedereen een, 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 een juiste betekenis of een juiste oplossing? Nee, er is voor iedereen een zoektocht naar. Betekenis en oplossing. En soms vinden we dat een beetje, of soms vinden we een beetje richting. We vinden nooit de oplossing voor het bestaan. Hè? Ik bedoel, het leven zelf moet geleefd worden om de zin te, te, te vinden, maar als die gevonden is, is die weer al weg. Dus, dus de zin zit hem in het leven zelf. Ja? En mijn beroep bestaat erin om met mensen in gesprek te gaan en een weg te vinden waarin die zinvolheid af en toe van pas komt. Maar het vinden van de zin, en nu zijn we er, en dat is het nu, zo gaat dat niet. Nee. Het is altijd weer terug een zoeken. Maar uh, zin en geluk, dat ziet u wel als twee aparte dingen. Maar in hoeverre zijn ze wezenlijk ja, verschillend? Dat moet meer ingewikkeld antwoorden. Ik denk dat zin een fundamenteeler menselijk gegeven is dan geluk. Hmm. Is allemaal een beetje raar gezegd hoor. Maar volgens mij is de zin de essentie van het bestaan. Ja. Zijn wij, wij mensen gedoemd, zelfs zo gezegd, gedoemd om zin te zoeken? Mm -hmm. mm. Uh, omdat we sterfelijk zijn, omdat we weten dat we gaan sterven, willen we eigenlijk dat dit leven iets betekent? Ja. Dat dat iets. Van betekenis kan zijn. Zo'n dode leven, zegt Heidegger. En ik deel die mening. En als we ergens iets zinvol kunnen doen. en het zinvolle zit hem in de zorg voor de medemens. dat is ook mijn stelling. Mm. Hoe kunnen we voor de ander van betekenis zijn. in een zorgende uh, connectie. En dat brengt ook geluk. Vanzelf. Dus het zoeken van het geluk als doel. Vind ik geen goede strategie. Ja. Het zoeken van de zinvolheid als doel en dan komt het geluk. Ja. Het zoeken van het al, al te obsessioneel zoeken van het geluk, zeker zoals dat in onze maatschappij vaak gaat, het geluk dat zich toont in het materiële, in het hedonistische, mm -hmm. dat leidt vaak tot ledigheid, tot een ongelukkigheid die eigenlijk meer is dan tristes... Die te maken heeft met een soort ledigheid, zinloosheid. Hm. Zinloosheid en leegte, zoals ik dat beschreven heb in mijn boek Borderline Times. Dat zijn de, de grootste uitdagingen van de tijd, denk ik. Mensen die zeggen van waarom leef ik eigenlijk? Wat doe ik hier eigenlijk? Wat is dat hier voor een toestand? Heel vaak mensen die het materieel daarom nog niet zo slecht hebben, die ja een baan hebben en, en financieel wel verder kunnen en zelfs relaties hebben en zo maar die zeggen van voor mij is het allemaal maar niks ja want het lijkt alsof men tegenwoordig in een soort van cyclus zit van materieel nastreven om vervolgens weer materieel na te kunnen streven en als dat het geval is dan kan het heel nutteloos overkomen inderdaad wel mijn, ik, ik gebruik vaak metaforen hè? Mm -hmm. En de metafoor die ik daarin gebruik is de metafoor van de donut. Het bestaan als donut. Mm. En zoals u weet, de donut heeft een gat. Mm -hmm. ja. Dus er is een gat in dat bestaan, zoals in de donut. Maar de oplossing die de maatschappij voorstelt, of die eigenlijk nogal uh, vaak wordt, wordt gezocht, zit hem niet in de aandacht voor het gat. En het vullen van het gat, namelijk in zoals gezegd, zorg en betekenis, met de menselijkheid, samenleven. Mm -hmm. Maar zit hem in het meer en meer aanbrengen van gekleurde suikers aan de rand. En nog meer kleur. En vrolijkheid en zoetigheid om de holte van het gat te verbergen, om in een soort van. Ja, zoetige verdoving. de holte te verbergen. Maar naarmate er meer suiker wordt aangebracht. wordt de holte groter. Mm -hmm. Is mijn gedachte. Mm -hmm. Het zijn allemaal rare gedachten, natuurlijk. Hè, maar <laughs> maar zeer interessant. Maar, ja, langs. Ja. <laughs> ja. maar goed, het is een metafoor. Hè. Ja. Hoe dat dus. Ja, onze maatschappij in, in zijn consumptiedrang. De verslavende werking van de suikers. Namelijk van al die dingen die ons, die ons verdoven. En dat zijn letterlijk ook verdovende middelen. Dat zijn vaak ook, laten wij als psychiaters spreken, medicatie. Er wordt ongelooflijk veel medicatie genomen in onze maatschappij. Van mensen die angstig of, of zich niet goed voelen... of niet goed kunnen slapen, en medicatie nemen. En... Ik begrijp dat wel, maar de essentie zit hem in hoe kan ik verbonden met anderen goed leven? Ja. Hoe kan ik de lastigheden die onvermijdelijk zijn in het bestaan goed leven? En mijn antwoord is samen met anderen: in verbinding, in zorgzaam, liefdevol verbinden met anderen. Klinkt vlug heel pastoordig en lullig, maar, ja, maar zo mooi. is het in ieder geval. Ja. ja, Zo is het ja. Maar om terug te komen op de donut metafoor? Ja. Um, zou je dan zeggen van het gat is gewoon inherent aan de donut, dus laat dat gewoon lekker zitten? Of is er wel iets dat dat op zou kunnen vullen? Ja, het is een, ja natuurlijk, we moeten we opletten met die metaforen, daar kunnen alle kanten mee uit. Maar het gat, ja. het gat is inherent aan de, aan de donut, dat is wel zo. Uh, uh, in die zin dat. Volgens mijn idee dan weer, hè? het leven, het bestaan, het zijn zelfs, mm -hmm. is zinloos. Ja. En de mens heeft een absolute nood aan zin. Mm -hmm. Dat is dus al een moeilijk spanningsveld. Ja? Dat is in ieder geval mijn opvatting. Uiteraard heeft, heeft vele honderden jaren religieus leven altijd gemaakt dat de zin een gegeven was, door God gegeven. He? Voor sommige mensen is dat nog, dat is ook best oké. Okay. Maar in het Westen, dat heel erg seculariseerd is op korte termijn, is de goddelijkheid heel erg op de achtergrond geraakt. En is de zinloosheid een gegeven? En men zou denken dat is een ramp. Ik, denk, ik hoop dat het geen ramp is, he? dat we ook zonder... Persoonlijke en expliciete en kerkelijke goddelijkheid. Ik probeer het heel goed te nuanceren. zin kunnen vinden in de zinloze toestand. Mm -hmm. En die zit hem dus, nogmaals, in de zorg voor elkaar. In het elkaar, om een andere metafoor te in het elkaar vasthouden, zodanig dat we in de glibberige tocht door het moerassige veld niet uitschuiven. En ons ernstig bezeren. Dat we elkaar een hand geven. Want het bestaan zelf is glibberig, lastig, makkelijk struikelend. En de, de sleutel zit hem in het vasthouden. In het miteinander zijn. In het samen. Zoeken. Het is zelfs, en men zou denken: wat een trieste praat allemaal van die man, die psychiater. <laughs> al, mijn vrouw zegt soms: U, u bent een beetje uh, misvormd door al die miserie van uw patiënten. Maar nee, nee, zeg ik aan mijn vrouw. Uh, Integendeel, ik leer van mijn patiënten die het dus moeilijk hebben in de maatschappij, dat zij soms, zoals ik gezegd heb, gelukkige mensen zijn als zij de sleutel van het vasthouden hebben gevonden. Als ze omringd zijn door mensen die hen liefdevol bejegenen. Dus mijn stelling is het, is, het is heel raar hoor, vergeef mij, door de lastigheid van het bestaan, die onvermijdelijk is, verschijnt de liefdevolheid van het bestaan. Omdat wij alleen, eenzaam en verlaten, zonder iemand, het leven niet draaglijk en goed kunnen maken. Hebben we de ander nodig? De liefdevolheid, de medemenselijkheid, het samen zijn, is een noodzaak door de lastigheid van het leven. Moest het leven een feest zijn, hadden we elkaar niet nodig? En was er geen liefde? Hmm. Geef toe dat het rare ideeën zijn. Maar goed, ik geef ze ook maar mee dat mensen er kunnen over nadenken. Mijn ideeën mogen geen, het is belangrijk om te zeggen, mogen geen goero waarheden zijn. Van zo is het. En zo moeten mensen het nu maar uh, leren of zo. Ik ben een psychotherapeut. Ik ga in gesprek met mensen en ik zeg een aantal dingen uit mijn ervaringen, uit mijn ideeën van de wereld. En daar kunnen ze mee aan de slag. Laat ze daarmee over nadenken en zelf ideeën over vormen. En die kunnen verschillend zijn. Mm -hmm. Het is in het verschillend zijn van de ideeën dat de mooiste ontmoetingen ontstaan ook. Hmm. Als iedereen het over alles eens is, dan is er geen goede communicatie meer. Dus ik heb graag dat mensen het niet eens zijn, maar ook wel dat ze het niet belachelijk vinden, natuurlijk. Ja, ja een beetje respectvol ja, ja. ja. respect met elkaar omgaan, ja, inderdaad. Ja. Maar, maar u begint vanaf dat existentialistische punt. En dan ja. komt u uit op. We moeten samen zijn. Maar je kan ook ja. uitkomen op een heel erg nihilistisch. Uh, uh, idee. Dat is het en, gat. Ja, ja. ja, precies. En denken we ja. zijn hier alleen. Dat is het gat. Hmm. Precies. En dat is een, in onze maatschappij, denk ik, een van dat is mijn cultuurkritiek, een van de meest fundamentele problemen. Dat is dat dat existentialistische gat, waar ik dus een stuk in meega, ga, gezien, heel cynisch wordt geïnterpreteerd als mm -hmm. onvermijdelijk. Ja. Mensen die zeggen: ja, de liefde dat bestaat niet, dat is onzin. He? Dat is, ja, dat is een illusie. We zijn seksuele roofdieren. En verder uh, de liefde. Wat een, wat een romantisch, belachelijk idee. Ja. Maar dan zitten we midden in het gat, natuurlijk. Hè. En dan is alleen maar veel suiker nodig. in een soort escapisme. In. Ja, en dan maar, maar nu. in een soort trumpiaans. Ik gebruik dat woord. Misbruik van de medemens om te overleven. Kijk eens, ik ben fantastisch omdat ik de anderen vertrappel. Hmm. Ja, dat is niet mijn wereldbeeld. Excusez-moi. Ja, nou ja, wij hebben toevallig, een paar dagen geleden, is de PVV bij ons in Nederland de grootste partij geworden. Ik was in Den Haag op deze avond. Toen dat, uh, ik heb het meegemaakt. <laughs> in de zaal waar ik moest spreken hing een soort rouwsfeer. Merkwaardig, hè? want een zeer groot deel van de bevolking maakt die keuze. Ja, blijkbaar het grootste deel. Ja, wat is het? 24 procent? Ja. Ja, ja, dat is een, een behoorlijke minderheid, natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja natuurlijk. Kijk, één ding. Ik wil mij niet partijpolitiek uh, profileren. Ook nee. niet hier in, in het belletje. Dat wordt mij vaak gevraagd en zo. Ik, ik wil mij eigenlijk graag op een meta-niveau, in een soort mensbeeld, cultuurkritisch plaatsen, waarbij ik niet aan partijpolitiek doe. Want dan wordt men heel vlug in één, uh, in één stuk gezet. Zo, en dat is juist wat ik niet wil doen. Ik wil dat heel breed uh, spreken. Hè, maar het is nogal evident dat ik ja, in dialoog wil gaan met mensen uit andere culturen en met andere ideeën enzovoort. Hè. En dat ik het, uh, ja, het verwerpen van een dialoog, dat is niet mijn idee van de samenleving. Nee. Ja? Maar, en nu, nu ga ik weer het ingewikkeld maken, ik wil wel heel graag in dialoog gaan met deze mensen die de dialoog verwerpen. Hmm. Huh? Dus <laughs> ja, ja, het is niet zo dat ik zeg van ja, deze mensen zij, zij zijn de deplorables, weet u wel, de term van Hillary Clinton. Huh? En zij zijn de moeite niet waard om naar te luisteren. Integendeel, ik wil toch wel eens graag horen, ah, hoe zit dat? Van waar komt dat? Vertel. Uh, het zijn mensen die potentieel deugen natuurlijk. He. Ik ben het nogal eens met Rutger dat de meeste mensen deugen. Hmm. Het probleem van de wereld, dat is een, een probleem van de macht, he. dat is dat de minder deugenden, die zijn er ook dat die vaak degene zijn die de macht grijpen en die graag ergens aan de knoppen zitten om de anderen te bepalen. De ondeugendheid heeft veel te veel plaats in de wereld. En een tweede mechanisme van ondeugendheid, dat is dat de macht zelf altijd het gevaar heeft van pervertering. Dat de mensen die ook met goede bedoelingen in die machtsstructuren terechtkomen, heel vlug... Geïnfecteerd en vergiftigd worden. door minder deugendheid. Ja? Dus leiderschap. is echt een heel delicate kwestie. Ja. Dat heeft vorige woensdag bewezen. Ja, precies. Maar zoals je het zo omschrijft, klinkt dat een beetje als iets waar je niet echt uit ontsnapt. Ja, ook dat is waar. Hè. Ik denk dat de oplossing voor het bestaan er ook niet is. Het is altijd heel de geschiedenisbewijs. Dat is altijd weer een zoeken, altijd weer een struikelen, altijd weer opnieuw vergissen, maar dan wel zeggen, oh ja, zo gaat dat dan niet. Dus dat, dat is de geschiedenis, toch? Die gaat met ups en downs natuurlijk. Hè. Uh, maar on the long run ben ik ook, in tegenstelling tot wat sommige mensen beweren. Ben ik een vooruitgangsdenker? Ik ben eigenlijk een hegeliaan. Hè? Ja. Ik denk dat wij tegenover 500 jaar geleden bijvoorbeeld veel beter leven hier. Dat we ook minder schrijnende armoede hebben, minder hongersnood, minder slavernij, minder racisme, minder onrecht, minder oorlog. Ik zeg dat nu vandaag, waarbij we in oorlog zitten in sommige streken, hè, maar. Als we het op de long run zien, gaat het beter. Maar waarom gaat het beter? Heel belangrijk om te zeggen. Omdat we zeer kritisch kunnen spreken over de dingen die nu mislopen. He? Het vooruitgangsdenken is niet gebaat met zelfgenoegzaam achterover zitten en zeggen van, ah, maak u geen zorgen. Alles gaat goed. De restaurants zitten toch vol. Alle mensen zijn vrolijk. Op de gelukscores zijn we fantastisch. Nederland nog meer dan België. Dat baart mij zorgen. He? Al te groot geluk, en ik maak het een beetje belachelijk. dreigt tot verdoving te leiden van onrecht en ledigheid. Dus we moeten scherp blijven. Het is. Mag ik spreken? Het is de plicht van de gelukkige mens waar ik mij voel toe behoren om kritisch te reflecteren. Indignez-vous, engagez-vous, zeggen we in het Frans. Stefan Hessel. Hè? Verontwaardigt u en engageer u. De gelukkige mens die het goed stelt, die, die alles heeft om, om het goed te stellen, die moet rondkijken in de wereld en kijken waar kan ik iets doen. Dat vind ik een soort moreel... Ja, plicht eigenlijk. En dat gaat hem niet. Niet iedereen moet politicus worden en de wereld veranderen. Hè? Nou, dat, dat bedoel ik niet. Het gaat hem vooral over de kleine dingen. Dat is wat de Franse filosoof Levinas noemt, la petite bonté, het kleine goede. Dat gaat erover dat men... Ja, kijk, ik ga in het weekend altijd naar de bakker. Daar zijn vaak, ja, ik ben zo'n beetje hier in, in, de, in de buurt een beetje een. Wat half bekende figuur natuurlijk ook. Hè? Dus mensen spreken mij aan enzovoort. Het is altijd heel aangenaam. En soms denk ik van... Oh, die dame die hier elke week eigenlijk is, die, die is er niet. En de week nadien ook niet. Dus ik vraag aan de bakker, waar is deze dame? Ah, maar ja, ik heb ze ook niet meer gezien. Wel, ga naar huis van die dame. Bel aan en hoor eens wat er aan de hand is. En als ze niet komt opendoen... Steek een briefje in de bus. En vraag eens aan de anderen hoe gaat het. Dat soort zaken. Heel kleine, doodgewone dingen. Die, natuurlijk, in het dorpse leven van lang geleden evident waren. Mm -hmm. Maar ik wil ook niet terug naar dat dorpse leven. Want dat had ook grote nadelen, wees gerust. Hè? Ja. Maar nu, in deze stedelijke cultuur. Waar de anonimiteit van de grootstad dreigt. Waar le particules élémentaires. Van Michel Houellebecq dreigt, waar, waar iedereen op zijn kleine eiland leeft. Iedereen op zijn eigen kleine studio met een diepvriesmaaltijd en een Facebook-account. En geen contact met de medemens. Dat is de cultuurkritiek die ik heb, ook in deze schijnbaar gelukkige, maar dreigend ledige maatschappij. Voilà, nu heb ik veel gezegd. Ja. Maar wat weerhoudt mensen er dan van om inderdaad naar die buurvrouw te gaan en dat briefje in de ja, deur te Ja, dat is steken? natuurlijk de, de, de kwestie. Dat, wat weerhoudt deze individuele mensen, als ik ze aanspreek, of als zij toevallig bij mij op consultatie komen, dan vindt iedereen dat juist. Ze zeggen, ja, we gaan dat doen, inderdaad. Ja. U heeft gelijk. Ja, precies. Ja. Omdat het maatschappelijk bestel, de, de hogere structuur in het Westen, heel erg gericht is op ikkigheid, op een soort van gezwollen zelf, waarbij het, hoe zal ik zeggen, het, het absolute uh, de hoeksteen van de samenleving is ik. Mm -hmm. Ik moet het maken en de illusie, de, de absolute illusie, dat is dat ik het ook helemaal alleen kan maken, wat niet het geval is. Als iemand het maakt, whatever that may be. Is dat altijd met anderen? Hè? Mijn eigen leven. Het is altijd makkelijk om dat als voorbeeld te geven, omdat men dat niet kan tegenspreken. Dat is een retorische truc, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Maar ik ben een gelukkig mens. Hè? En dat heb ik niet zelf gedaan. Dat heb ik allemaal gekregen. Ik heb dat gekregen door heel veel geluk te hebben. Mm -hmm. hè? Mijn geluk is eigenlijk een chance. Zo noem ik dat omdat ik geboren ben in een land zonder oorlog, zo was dat hier 63 jaar geleden. Daar had ik wel kans mee. Men zal maar geboren worden in een land met oorlog. Ik heb ook nooit honger gehad. Ik ben, en dat is nog, ik ben naar school kunnen gaan. Dat was wel een geluk, dat was quasi gratis, ook dat onderwijs. Ik heb door naar school te kunnen gaan, en ik had het grote geluk dat ik voldoende kon leren. Dat is ook een geluk. Ik had dat niet speciaal gekozen, dat was zo gegaan. En daarmee kon ik het beste beroep doen dat men kan doen, namelijk psychiater zijn. Beter bestaat er niet. Maar mijn grootste geluk dat bestond erin dat ik terechtkwam, door een toeval van het lot, in een gezin waar ik voldoende graag gezien ben. Dat was een geluk. Ik zie elke dag in mijn consultatie mensen die wat dat betreft. Veel ongeluk hebben gekend. Die mishandeld, misbruikt, genegeerd zijn. Dat is heel erg. Dus ik heb allemaal dat geluk gehad. En ik ben mensen tegengekomen, ook in mijn carrière, die mij heel veel geleerd hebben. En, en dat is nog helemaal raar, ik ben heel veel patiënten tegengekomen. Die door hun kwetsbaarheid en door hun openheid mij heel veel geleerd hebben over het wezen van het bestaan. Hmm omdat mensen in moeilijkheden, en als ze zij bereid zijn om daarover te spreken, heel leerrijk en boeiend zijn om de waarachtigheid van het bestaan te vatten. Zo vind ik. Een waarachtigheid waar ik zelf in mijn gelukkige bestaan iets minder directe toegang toe had. Ik wist zo niet goed hoe het is om op te groeien in armoede of in. Met vluchtelingen in oorlogstijd, of hoe het is om met kleur op te groeien in een witte omgeving waar men niet aanvaard wordt, of hoe het is om met rare ideeën van psychotische kwetsbaarheid in de maatschappij te staan. Dus dat heeft mij heel veel geleerd. En dat wil ik een beetje teruggeven aan de wereld. Dus ik zie mijn psychiater zijn niet alleen in het goede zorgen voor deze mensen, in de beslotenheid van mijn consultatie, die heel vertrouwelijk is en niet naar buiten kan treden. Ik zie dat om mij om te draaien, het raam open te zetten en aan de wereld te zeggen: van mensen, ik wil jullie toch wel even iets zeggen. Deze patiënten hebben echt wel iets te vertellen. Hm. Zo zie ik dat. Kan het dat wanneer je in de perfecte omstandigheden leeft... Een beetje, ja, ik weet niet of... U... De perfectie uh, bestaat niet, hoor. Okay. Hè? Mijn, dat moet ik altijd bijzeggen. Ik ben dus voldoende graag gezien. En mijn ouders waren zeer lieve mensen. Maar het was natuurlijk bij ons thuis ook wel gedoe. Dat is overal zo. Hè? Ik kom uit een wat speciale familie. Waar ik kan er geen details over vertellen. Maar hè, waar het toch ook wel allemaal een beetje zoeken was naar, naar de juiste weg in het leven. Het is niet dat dat voor mij dan zo glad en wauwachtig is verlopen. Uh, helemaal niet. Ik, ik had het bijvoorbeeld ook wel nogal moeilijk in mijn pu puberjaren. Ik zeg altijd van, hoe is het toch mogelijk dat men het niet moeilijk heeft in die jaren? Dat begrijp ik nog altijd niet zo goed. Maar, maar goed, ja bon, zo is het bij mij gegaan. Ik, het was een zoektocht een beetje. Hè? Waar ik terecht gekomen ben, bijvoorbeeld bij de filosofie en bij de psychiatrie, om een beetje mijn beeld te vormen van wat is dit rare leven toch? Dit leven is toch iets raar. En dan kwam ik terecht bij patiënten in het ziekenhuis, die dit leven ook raar vonden. Ik, 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 ik vond eigenlijk begrip bij de gekwetste mens. Ja. Als minder gekwetste mens vond ik daar eigenlijk houvast. Ja, kijk, ik, soms begrijp ik het zelf niet hoe het allemaal gegaan is. ja, ja. Uh, la Laat ik dan zeggen, stel je voor dat je theoretisch dat iemand aan de perfecte omstandigheden zou uh, voldoen om gelukkig te worden. Kan het zo zijn dat je dan alsnog ongelukkig bent? Of bestaat er een soort van recept waar je niemand ja, Het Ongelukkig zijn is natuurlijk een complex gegeven. Dat te maken heeft met heel veel verschillende factoren, zoals de neurobiologische werkelijkheid. Er zijn mensen die door hun erfelijkheid en, of door allerlei omstandigheden. Neurobiologisch heel erg geneigd zijn tot depressie, namelijk tot een soort fundamenteel ongelukkig zijn. Ook als ze goed omringd zijn, als ze goed gehecht zijn enzovoort. Dat is één factor. Hè. Een tweede factor, die zeker zo belangrijk is, is de ontwikkelingspsychologische factor. Hè. Als kinderen niet in een goed gehecht warm nest worden gedragen, in hun opvoeding worden graag gezien, is dat ook een heel erg grote risicofactor naar ongelukkigheid in het verdere leven. Traumatische factoren, ja, het verlies van, van een geliefde, hè. je zult als kind maar een ouder verliezen, of hè, dat soort zaken, of misbruik of mishandeling. Of, of een medische problematiek, een ziekte. En zo. Allee, er zijn dus heel veel factoren die die ongelukkigheid kunnen uh, tot stand brengen. Maar in heel mijn praktijk, over alle diagnostische categorieën heen, dus zowel bij verslaving, depressie, psychose, eetproblematiek, dissociatie, noem maar op, is er één rode lijn die daardoor loopt. En dat is... Een fundamentele eenzaamheid. De mensen die bij mij komen, niet allemaal, maar heel vaak, zijn mensen die zeggen: Ik heb niemand. Er is niemand die mij echt verstaat. Ze zijn soms niet alleen alleen, hè? soms zijn ze in een gezin of, of in een relatie. Er is niemand die mij echt verstaat. Hmm. Dat is eigenlijk de rode draad door de fundamentele ongelukkigheid. Ook nog los van diagnostische categorieën. Zo zie ik dat. Ja. Maar hoe, hoe los je dat dan op als niemand jou verstaat? Ik, ik, ik kan me voorstellen dat je met een patiënt iets bij die patiënt kan oplossen, maar je kan niet iets oplossen bij de mensen om die persoon heen. Ja, maar de, het cruciale punt is verbinding. Dus de behandeling, hè? Mm -hmm. als het nu gaat over psychiatrie, maar ook dus heel goed terug te voeren naar andere... Uh, proble probleemvelden. De behandeling. Ik ben een systeemtherapeut. Is altijd connectie. Een netwerk proberen te maken. waarin mensen gedragen, begrepen hmm. en, en verbonden zijn. Heel concreet is dat in mijn. Consultatie al proberen connectie te maken. Die connectie die ik kan maken is al een eerste stapje naar de mogelijkheid van connectie. Maar een tweede heel belangrijke stap is dat dat ook niet helemaal bij mij moet blijven. Dat mensen ook niet afhankelijk worden van hun psychiater als enige connectie. Dus mijn behandeling die bestaat erin, hoe kan ik mensen in de wereld terug uh, uh, laten omringen? Hè? Bij mensen met een heel ernstige psychiatrische problematiek, waar ik mee werk in het ziekenhuis, betekent dat dat ik in een dagcentrum waar ik werk mensen ga welkom heten, waar ze met elkaar, ervaringsdeskundigen, patiënten, ex-patiënten, waar mensen met elkaar, met professionele omkadering ook, met activiteiten, liefst ook met heel veel connecties in de ware maatschappij. Naar opleidingen en vrijwilligerswerk en allerlei dingen. Dus zoveel mogelijk connectie maken. Dat mensen voor het eerst soms in hun leven zeggen: daar ben ik thuis, hmm. daar word ik verwacht, daar kent men mij. Lukt niet altijd helemaal, hè? maar dat is altijd de doelstelling. Connectie is de doelstelling. Ja. Ja? Ja. Maar ongeluk is dat dan eigenlijk niets anders dan een soort impuls om connectie te zoeken? Dat is een heel mooie. Een hoopvolle manier om het te bekijken. Ja, dat is juist, dat is mooi. Ja. Uh, dat is bijna een therapeutisch standpunt. Hè? Mm -hmm. Dat is ook waar ik voor sta. Het is ja, merkwaardig dat u dat zo zegt. Het is merkwaardig. Ik heb nog niet zoveel interviews gehad waar dat zo aan bod kwam. Ja. Meestal moet ik dat zelf zeggen. Ja. Hè? Dus dat is absoluut juist. Hè? Uh, enfin, als het een beetje goed zit, dan is een depressie... ...de toegang... Voor nieuwe mogelijkheden. Als het goed zit, dan ja. komen mensen hier en zeggen, dokter, ik voel me zo slecht. Hè? En dan, als, we, als het een beetje kan lukken, kunnen we zeggen, ja, maar vertel over uw leven en hoe zit dat en, enzovoort. Kunnen we daar ergens iets van verwerking en iets van, uh, ja, van, van begrip in vinden? Maar hoe kunnen we connectie maken? En hoe kunnen we komen tot een nieuwe werkelijkheid? Hoe kan die depressie de toegang zijn tot een beter leven? Als het goed zit gaat dat zo. Dat lukt niet altijd. Hè? Soms uh, met medicatie worden mensen beter en zeggen ze: Dank u wel, dokter. Nu ja, ga ik terug helemaal hetzelfde doen. Ja, ja, He? ja. Dat is Dus ik zie mijn visie op symptomen is absoluut altijd dat ze een soort betekenis hebben om het leven ergens. Een kleine bocht of ja. soms een grote bocht te doen nemen. Absoluut juist, ja. Het is mooi. Dat is mooi ja. Maar denkt u dan dat er te vaak medicatie wordt voorgeschreven voor mensen? Er wordt absoluut zeker te vaak medicatie voorgeschreven, ja. ja. Als u ruzie maakt met uw partner, dan hoeft u geen medicatie te nemen. Nee. Nee. Misschien uw partner wel, maar u niet. <laughs> nee, begrijpt u dat? Er wordt heel veel medicatie in onze maatschappij gegeven voor zaken die moeten besproken worden, waar het probleem moet aangepakt worden, in verbinding, in spreken, in nadenken, in soms ook kunnen aanvaarden dat de zaken zijn wat ze zijn. He? Ook dat, uh, ja, er wordt veel te veel medicatie voor geschreven, maar wat is nu het lastige? Dat is dat in mijn uh, terrein, de, de psychiatrie, waar mensen met heel ernstige kwetsbaarheid. Uh, uh, aan bod komen, dat het deze mensen zijn die vaak geen medicatie willen nemen, terwijl ze daar wel nood aan hebben. Ja. Dat is heel paradoxaal ja, soms. Want als ik dus in een podcast of een of andere uitzending zeg van er wordt veel te veel medicatie voorgeschreven, dan komt er morgen. Een mens met een ernstige psychose zegt: Ik ben mijn medicatie gestopt, want u hebt het gezegd op televisie. Dan zeg ik: Oh ja, maar dat was niet voor u. He? Dus dat is natuurlijk ook de kunst van de psychiatrie om te kijken: bij wie is dat nodig en bij wie is het overbodig en hoe kunnen we dat, uiteraard in dialoog, samen met deze mensen bespreken ja. en hoe kunnen we mensen motiveren om het minimum aan medicatie dat nodig is te nemen, Want er wordt vaak in de psychiatrie ook dan weer veel te hoge dosissen gegeven. Door allerlei redenen, omdat er te weinig personeel is, te weinig omkadering is, omdat het al veel te ver gevorderd is voor men iets kan doen en zo. Dus ja. ook daar is medicatie wel een probleem. Ja. Ja. Oké, okay, maar er is dus wel een groep mensen waarbij het echt nodig is. Dus jawel, jawel, ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, ja. Wat dat betreft ben ik dus een psychiater, een dokter die in sommige medisch-psychiatrische problemen... het nut van medicatie zeker wil uh, op de kaart zetten. Ja, ja. Bent u hoopvol voor de toekomst als het aankomt op geluk? U zegt uh, geluk, dat kan eigenlijk niet zonder de ander... maar we leven natuurlijk wel in een maatschappij die steeds meer individualiseert. Um, nee, ik, ik dus, zoals gezegd ben ik een vooruitgangsdenker... en heb ik het gevoel dat we inderdaad met die ikkigheid en die, die verkruimeling van het sociale weefsel in, in een situatie zitten waar we attent moeten op zijn, waar, we, waar ik over spreek, waar ik van vind dat het moet uh, aangepakt worden, waar ik ook wel veel weerklank voor krijg. Hè? Dus dat wordt wel gehoord ook. Hè? Ik zie ook een jonge generatie mensen, dat doet mij veel plezier, die mijn discours en niet alleen van mij natuurlijk, maar die dit soort spreken ook wel opmerkt. Ja. En daar zich in engageert. Ik zie heel veel jonge mensen zich engageren in de maatschappij. Dus ik ben niet pessimistisch. Ik ben niet apocalyptisch over de toekomst. Maar ik ben ook niet zeggende: van, het komt allemaal in orde. Het komt niet vanzelf in orde, de vooruitgang van de menselijke cultuur. Is niet vanzelf in orde gekomen. Is zelfs in het verleden door bloedvergieten en strijd, iets wat wij nu bijna niet meer kunnen voorstellen, hè, tot stand gekomen. Hele demo de democratisering, heel, uh, de, ja, de, de sociale zekerheid, alles wat wij hier hebben, wat het leven goed maakt, is niet vanzelf gekomen. Hè, maar door een bloedige strijd. Ja, dus de vooruitgang is iets dat niet zelfgenoegzaam mag aangepakt worden, maar met engagement. En met, met uh, soms tegen de, ja, tegen de wind in uh, gaan, gaan strijden. Dat vind ik. En daar ben ik niet pessimistisch over. Ik zie jonge mensen daar toch ook wel. Uh, goed in nadenken. Uh, dat, en ook veel bewuster dan mijn generatie trouwens. Hè? Door de nieuwe media, waar ik ook heel kritisch over ben. Denk maar aan false truth en al die dingen. Maar door de nieuwe media zijn jonge mensen zich ook wel heel jong al bewust van hoe de wereld in elkaar zit. Ja? Ja. Dus ik ben niet pessimistisch over de toekomst. Maar het moet geëngageerd aangepakt worden. Ja, want u zei net ook dat u. Hegeliaans was wanneer het uh, over vooruitgang gaat. Ja. Denkt u ook dat we dan uiteindelijk op een soort van op een soort dialectische manier uitkomen.. op een samenleving waar iedereen gelukkig is? Dat gaat nooit perfect zijn. Okay. Het is eigen aan de mens om imperfect te zijn. We zijn geen goden. Het is belangrijk om, ja. te, om, te, om te zeggen: ja, we, zijn geen, we zullen altijd foefelen. Het zal altijd een gedoe zijn. Dus als ik zeg dat er vooruitgang is... dan is dat natuurlijk ook niet naar een soort van uh, paradijselijke wereld... Ja. waar we dan allemaal... Nee, het zal altijd zoeken, foefelen en prutsen zijn. Maar het gaat wel richting die paradijselijke wereld? Het gaat wel beter, ja. Waarschijnlijk ook wel een asymptotische curve... die naarmate het echt heel mooi wordt... dat nooit helemaal kan bereiken. Hè? Als je dat nu zo zou uitzetten op een curve... Hè? Denk ik, hè? want we zijn de voorbije, ik maar zeggen, de voorbije 500 jaar wel heel erg vooruitgeraakt in het medemenselijke. Hè? Het feit dat ik hier met jullie kun, kan zitten, Nederlanders, ja. en die, dat jullie mij niet komen vermoorden, is toch wel een geruststellende zaak. We komen zo. in vrede ik zit ja. Hier, ja, ik zit hier eigenlijk <laughs> nogal op mijn gemak zo. Ik denk, deze grote mensen, ze komen niet bedreigend over. Ja? 500 jaar geleden was dat zo niet geweest, ja? Ik was waarschijnlijk ook al lang dood geweest. Ja, ik, nee, ik, ik persoonlijk was zeker dood geweest. Ja. Ik ben erg ziek geweest. Vijftig jaar geleden was ik al dood geweest. Hè. Ook op dat gebied gaat de wereld natuurlijk vooruit. De geneeskundige wetenschap, maar ook in de rechtvaardigheid van de wereld, globaal. Hè. Maar we moeten ook goed opletten. Als we vandaag... In het Midden-Oosten zeggen dat het vooruit gaat en dat we toch wel enzovoort, dan zullen die mensen zeggen: alsjeblieft, kom eens kijken. Dus de vooruitgang kent natuurlijk ook wel barsten. Hmm. En momenten, de 20e eeuw was een eeuw waar het beter leven was dan de 10e eeuw. Maar we hebben daar wel twee wereldoorlogen en een holocaust meegemaakt. Dus dat is ook wel een van die rare paradoxen. Dat is naarmate het leven beter gaat in die curve die stijgt. Zijn de dieptepunten ja. vaak ook verschrikkelijker? Ja. En is het gevaar van dieptepunten ook groter? De technologie die ons zo vooruit helpt, ja. heeft ook een gevaar, denk maar aan het nucleaire, dat heel de zaak in al zijn vooruitgang ook dreigt compleet kapot te gaan. Daar moeten we ook niet naïef over zijn. Dus we moeten in die vooruitgang altijd heel erg kritisch blijven, waarschuwend blijven. En in die zin zijn apocalyptische denkers ook wel nuttig om niet om het einde van de wereld te voorspellen, maar om de gevaren van die vooruitgang ook wel altijd goed in kaart te brengen. Ja, het is altijd een zoeken. Ik, 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 ik maak mij altijd een beetje lastig over mensen die in een soort naïeve vooruitgang zeggen, alles gaat goed en alles komt goed en alles is fantastisch. Dan wil de anderen die zeggen het is verschrikkelijk, we gaan zo naar onze ondergang, het einde der tijden kondigt zich aan. Ja, dat is van alle tijden, dat soort denken. Maar dat is vandaag, wat ik noem de borderline time, ook nogal aan de orde. Het gepolariseerd denken, het zwart-wit denken. Denk aan de verkiezingen in Nederland, hè, waar standpunten die met elkaar niet kunnen spreken, eigenlijk de maatschappij verdelen. Hm. Ja, en dat zien we in heel het Westen, dat zien we ook in de Verenigde Staten, ook in vele West-Europese landen: hoe dat er een gepolariseerdheid is van politieke, maar ook maatschappelijke standpunten. Dat is problematisch, daar moeten we goed over nadenken, dat wordt ook gedaan. Maar dus ook op maatschappijvlak moeten we dat soort borderline split denken aanpakken. Voilà, dat zijn mijn gedachten. Ja. Het voelt dan eigenlijk bijna alsof alles in het leven echt in een soort van ultieme balans moet staan. Dus mensen hebben dan het goede leven in die 20ste eeuw en dan gebeurt er echt inderdaad zoiets verschrikkelijks als een holocaust. Het is bijna alsof is daar een dat balans is zo. zou moeten bestaan. Dat is, zo. dat is zo. Naarmate de technologie die ons zo vooruit helpt vordert, is ze ook een groter en groter gevaar. Ja. Dat is waar Heidegger al op uh, geduid heeft. Mm, nu, ja. Heidegger wou dan ook geen televisie, maar ik. Uh, ja, ik kijk ook wel geen televisie als ik nu nadenk. Maar, maar goed, dus de vooruitgang uh, die ik koester en waar ik achter sta. moet ons ook heel scherp houden. Ja, ja ik, ik pleit eigenlijk voor scherp en kritisch nadenken. En al de werkelijkheid ook langs al zijn kanten goed bekijken. En ook. Denkers die op het eerste zicht ideeën hebben die ver van mij staan, meenemen in mijn kritische zin. Daar pleit ik voor. Ja, maar wat je ook zou kunnen zeggen is: als het leven dan in balans staat en er is ergens een vooruitgang, dan zou dat dus logischerwijze gepaard moeten gaan met een achteruitgang ergens anders in. En kijk bij klimaatverandering bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dus wat is dan eigenlijk nog de zin van vooruitgang als, als het altijd een soort van Gewicht bij komt, als het ware. Ja, maar er is ook geen. Allee, de vooruitgang koesteren we ook, toch? Ja, natuurlijk. Nee, ja. Ik ben blij dat ik nog leef. Uiteraard. uiteraard. Dat ja, nee, dat is niet zo. Uiteraard zijn mensen die liever dood zouden zijn. Maar goed, ja. ik leef heel graag. Ja, want die vooruitgang <laughs> is ook, ook eigen aan, aan de menselijke soort, die door zijn intellect ja. oplossingen zoekt voor technische dingen, maar ook wel voor. Voor het sociale onrecht. Ons sociale systeem hier in, in onze landen is uniek in de geschiedenis, ook uniek op de wereldkaart. Vandaar dat zoveel mensen naar hier willen komen. Dat begrijp ik maar al te goed. En de enige oplossing voor heel dat gedoe, dat is dat we ervoor zorgen dat ook in andere streken van de wereld die sociale vooruitgang plaats kan vinden. Ja, dat is toch allemaal niet zo moeilijk ook niet, hè? Ja. Maar we zijn aan onze tijd gekomen. Ja, precies. Ik wilde, ja. ik wilde de Ik afsluitende... zit hier al een beetje, een beetje zenuwachtig te wezen. <laughs> omdat ik ook weer moet door... Ik, kijk, ik pleit ook voor bedachtzaamheid. Hmm. Voor rust. Voor rust te kunnen nadenken. Hè? Voor tijd te nemen, ja. voor de gedachte rustig te laten ontwikkelen. En dan zit ik hier zelf zenuwachtig op mijn klok te kijken denken, ik moet zelfs nog een aantal patiënten gaan zien, want zij zitten op mij te wachten. Ik zit zelf ook in de wereld die ik kritisch benader. Ik sta daar niet buiten als een soort van van achtige figuur die zegt van wat zijn jullie bezig? Nee, Ik ben zelf de wereld. Wees gerust. Heeft u ja. nog tijd om wat over uw voorwerp te zeggen? Of, uh... Ah ja, heel, heel even, ja. dan vertrek ik onmiddellijk. Moet ik hem aangeven? Ja, ja. ja. Want we vragen onze gasten een voorwerp uh, mee te nemen, maar we zitten nu bij u natuurlijk. Wel, dit is een mijn lamp. Ja? Oh ja, natuurlijk. Toen ik ziek was, ik lag op mijn ziekbed, er was hier een ziekenhuisbed gezet. Kwam mijn broer met die lamp. En ik heb daar, maar ik, het is nu niet uh, functioneel, ik heb daar een klein. Lampje ingezet, een klein rood lampje, zoals vroeger in de kerken hmm. een godslamp hmm. de aanwezigheid van God benoemde. Nu ben ik zelf geen kerkelijke mens meer, maar ik vond dat heel mooi hoe mijn broer dan hier, ik heb één broer, een jongere broer, een hele lieve man, die hier dan ja, de aanwezigheid van de ander symboliseert. In de vorm van een voorwerp. Hij, hij had dat zelf gekregen van een, van een oude dame. Waar, mijn broer is een fysiotherapeut. En hij, hij had dat gekregen van een patiënt. Hij heeft dat zelf helemaal opgepoetst. Dat kan hij heel goed. Mijn broer restaureert zo oude dingen. Hmm. En hij kwam mij dat brengen als een soort van. Het staat hier in de gang altijd. En het verwelkomt de mensen die binnenkomen ook in een soort van symbool van goddelijkheid die ik dan niet kerkelijk invul, maar die ik levinatiaans invul, Spinozaans, Levinasiaans in de zin dat de goddelijkheid verschijnt in de blik van de zorgende ander. Het is in de blik van de medemens die zegt van... Wat kan ik voor u doen? En in mekaars blik dat l'infini, de oneindigheid, de grootsheid van de mens, de, 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 het mystieke, het... het, het, het Rationeel overstijgende, de schoonheid van het bestaan verschijnt. En dat is hierin gesymboliseerd. Prachtig. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> nou, heel erg bedankt dat we hier langs mochten komen. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de Podcast of Hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten, of misschien zelfs geïnspireerd bent geraakt. Om de zondag komt er om 10 uur een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhope.nl. Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken, een adequate opleiding, goede gezondheidszorg, vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een octopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope Moving Towards Happiness.